Maar nou sta jij hier helemaal profi in je danspak. Maar volgens mij is het best een tijdje geleden, toch? Ja. Diepe zucht. Ja, nogal. Het is een hele tijd geleden. Want waarom ben je gestopt met dansen? Omdat ik pinea kreeg. Ik kreeg tics en aanvallen. Maar wat is een pinea dan? Dat is een psychogene non-epileptische aanval. Het lijkt op epilepsie. Maar persoonlijk ben ik bij als ik een aanval heb. En wanneer krijg je het? Als ik erg overprikkeld ben of als er veel om me heen gebeurt of als ik een traumatrigger heb. Ja, veel lampen. Ja, of veel geluid. Precies, de dansstudio, ja. Ja, en dit was jouw idee volgens mij om een dansles te volgen. Ja, ja. Oké, ik denk dat we er klaar voor zijn. Mag ik deze dans van u? We zijn er klaar voor. Oh nee, wacht, we zijn er niet klaar voor. Ik wil deze les eigenlijk natuurlijk heel graag meemaken op jouw manier. Namelijk dat ik ook lekker overprikkeld een salsa lesje ga doen. Oh. Deze bril zet ik op. En Donnie, onze geluidsman Donnie. Jij had volgens mij iets voor me, toch? Ik heb een ontvangertje. En wat is dit? Ik ga alles horen wat Jana en Jolanda zeggen. Ja. En wat je zelf zegt. Maar dan wat harder. Oh, dus ik hoor eigenlijk alle microfoons dan. Hoor je mij? Ja, ik hoor alles. Joe. Joe. Ja, en jij gaat het aan die knoppen draaien nu. Maar denk je dat dit een beetje overeenkomt met heel veel lichtdingetjes en dingen heel hard horen met hoe jij je voelt? Ja, ik word er zelfs overprikkeld van als ik ernaar kijk. Van mijn bril? Ja. Oké. Nou, top. Dan kan de dansles beginnen. Ik ga eerst uitleggen wat de basispassen zijn, want daar begint het allemaal mee. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oké, nou, dit heb je. Ja. Dan gaan we nu in danshouding. Jij hebt je handen zo, met de duim een beetje naar boven. En dan, jij hebt de handen, die hoef ik niet vast te pakken, want de duim is geen joystick, zeg maar. Oh. Dus die polsen naar beneden. Oké, komt-ie. 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, zijwaarts nu. Opzij, terug, terug. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, stop. Oké, dit is wel heel spacend. Heb jij dat ook? Het voelt echt alsof ik gewoon kaart aan het spacen ben. Ja, gewoon een beetje alsof je uit je lichaam bent, zeg maar. Ja. Ja, heb jij dat nu ook? Nou, het voelt wel alsof ik zeg maar net een kwartje te veel op heb. Ik heb even zo bezig. Ook omdat die dingen zo intens binnenkomen. Oké, ja. We kunnen. En dan gaan we starten. Woehoe! Oh, wanneer? 7, go. 1, 2, 3. Oké, zijwaarts. Gaat goed, toch? Ja. Wat is jouw prikkelrange nu? Van 1 tot 10? 8. Een 8? Okay. Ik tik de 8,5 aan. Oh, dan ben je hoger Ja. Heel even, mag ik hem heel even afdoen, de bril? Ja, graag. Hoe ga jij? Ja, dat... Is het bezig? Ik moet even liggen. Oh, nu? Ja. Oké. Okay. Oh ja, ja. Yes. Kijk. Wacht, zal ik je hoofd ondersteunen? Ja. Oh. Hey, hondje. Oh. Nou, dit was één dansronde. Wat prettig. Zo. Hey, kom je erbij? Hoeveel is 5 keer 5? 25. Yes. Ze is echt bij.
10 punten. Oh ja, dit kussentje is wel handig nu. Lig je chill? Ja. Het is eigenlijk een beetje alsof ik gewoon met iemand lig die gewoon heel erg slecht gaat op een festival. Zo voelt het een beetje. Toch? Heb je nou niet zin in een lekker dubbel espressootje? Nee. En dan knallen we nog even drie lesjes erachteraan. Kan je rechtop zitten? Dan gaan we gewoon even zo zitten. Zo. Zo. Hoe voelt je lijf dan nu? Moe. Ja? Ja. Je kijkt ook moe. Alsof, ja. Alsof je net 12 uur hebt getukt. Ja. En heb je nou enig idee wat het ontstaan is ervan? Ja, ik heb complexe PTSS. Dat betekent dat je meerdere trauma's hebt over een tijdspanne. Zijn het ook dingen die jou zijn aangedaan? Ja, helaas wel. Dus eigenlijk doordat het jou is aangedaan, heb jij nu dit? Ja, als je hersenen de trauma niet meer aankunnen, dan gaat het zich uiten in je lichaam. Ja. Bij mij in ieder geval. Op wat voor manier heeft het je dan veranderd? Ik ben er wel sterker door geworden. In mezelf, ja. In mezelf zijn en in wie ik ben. Mm-hmm. Dus dat is op zich een positieve. Je hebt jezelf denk ik beter leren kennen dus? Ja, ik heb mezelf beter leren kennen. En... ja. Maar nu hebben we zeg maar heel even kort gedanst. Ja. Maar hoe kijk je eigenlijk verder naar je toekomst met het dansen? Ik zou wel ooit inclusive dance lessons willen geven. Mm, cool. Ja. Echt voor iedereen? Voor iedereen. Rolstoelen, rollators, gewoon zo. Mensen met één braces, been, mensen met drie één, benen. Ja, mensen met vijf benen, mensen met twee armen. Kan je wel goed salsa dansen, denk ik, met vijf benen. Ja. Dat is een goed doel. Ja. Oké, okay, ben je al klaar om op te staan? Of wil je nog even liggen op het kussentje? Nee, ik kan nog wel opstaan. Kom maar, dan geef ik je een hand, zoals een echte danspartner betaamt. Komt u maar, my lady. Tijd voor een biertje? Nee, ik drink geen bier. Oké, dan doen we het niet. Tada! Ik heb een verrassing voor je. Dit vind jij helemaal de shit, toch? Ja. Dit is wat we nu gaan doen. Vind je dat geweldig? Ja. Ja? Oké, we gaan dus vechten met lightsabers. Hier. Dit is die van jou. Oh my god. Hij is zwaar. We kunnen. Oké, je zet je voeten naast elkaar op schouderbreedte. Vanuit deze positie gaan wij op de bovenarm slaan. Heel goed. Oké. Okay. Andere kant. Links. Schuin naar voren. Stap in dezelfde richting van je zwaard. En met je achterste been maak je hem compleet. En dan raak je de bovenarm van je tegenstander. Oké, okay, maar vertel eens even over deze Star Wars hobby dan. Nou, het is eigenlijk niet echt een hobby meer. Het is gewoon een obsessie geworden. Iedereen weet ook dat ik daar fan van ben en dat ik daar tattoos van heb en dat ik dat... Heb je een Star Wars tattoo? Ja, kijk. Echt? Oh my god. Ja, ik heb geen idee. Ik heb dus nog nooit Star Wars gezien. Dit is Princess Leia. Oh. En heb je nog meer? Ja, ik heb hier de Mandalorian symbol. Wow. Maar dan is dit toch jouw natte droom wat we nu aan het doen zijn? Ja. Eigenlijk wel, ja. Mijn favoriete move is die van Anakin Skywalker, waar hij achter zijn rug om zijn lightsaber draait. Maar wacht, kan hij niet die move? Ken je misschien die move? Welke bedoel je? Die van Hayden Christensen, waar hij... ja, die. Dit is hem. Ja, precies. Kijk. Ja. Dat is toch vet? Ja, oh, die ga je lekker op. Ze wil met je trouwen straks. Hey! Tijd om ze even aan te zetten. Dezelfde oefening nog een keer. Ja, je moet je hand er niet op.
nu is je hand eraf. Oké, okay, kom, dan gaan we. Ga jij los op mij. Denk aan je hoogte, denk aan je hoogte. Goed. Zweet. Jij niet? Ja, wel een beetje. Zullen we even gaan zitten? Ja, goed plan. Oké. Okay. Even bijkomen. En wat jij hebt nou wel die liefde voor Star Wars. Zeker. Maar hoe zit het in de andere liefde? Ja, nou, niet zo best, hè? Single? Single, zeker. Ja. Is dat dan nog een ding, Pnea? Met daten bijvoorbeeld? Ja, best wel. Want ze moeten er wel rekening mee kunnen houden. Maar als ik even aan prikkels zit te denken, wat dan voor jou een ding is. Seks is een hele grote prikkel. Zeker waar. Hoe ga je daarmee om? Is iedere sekssessie niet voor jou gewoon één grote aanval? Nee, kan best wel rustgevend zijn op zich. Oh ja, dat het juist ontspannend werkt? Ja. Gewoon niet op te wilde plekken. Ja, het is gewoon goed plannen, rustig. Goed plannen. Oh, ja. Die dag, die tijd. Ja. Ja, sexy. Ja, toch? Oké, en als we even door blijven fantaseren, maar dan over de toekomst. Waar hoop je dan op? Ja, nou, gewoon huisje, boompje, beestje eigenlijk. Ja? Ja, en ook, ik wil graag door Europa reizen. Oh ja, hoe dan? In een busje. Ja, dat lijkt me wel vet. Maar is er eigenlijk een mogelijkheid dat je van je Pnea af kan komen? Jawel, maar... Niet iedereen groeit er overheen. En dat is wel een heel intensief proces eigenlijk. Dat je er dan overheen wilt of moet groeien. Hoezo? Wat is dat dan? Nou, heel veel therapie vooral. Ja, daar moet je wel zin in hebben. Ja, precies. Dus je moet er wel echt voor gaan. Oké, maar genoeg geluld. We zijn hier voor één ding. Ben je klaar voor je eindgevecht? Ja. Dan mag je even naar die deur kijken. Since you're not a Jedi yet, strike me. They have taught you well. The Jedi has nothing to offer. You throw me to get out every beast in the galaxy. Never. Good so. What? It seems we cannot end this conflict right now. Perhaps we meet again, and I'll deal with you later. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Je zal het maar hebben.